Hallo, Ajax-fans. We zijn terug met een exclusieve video en het laatste nieuws direct uit Amsterdam. Voordat we beginnen, abonneer je op ons kanaal en geef de video een like. Zo blijf je altijd op de hoogte van het meest exclusieve Ajax-nieuws. In de voetballerij gaan geruchten vaak snel, maar deze keer lijkt het anders te zijn. Frenkie de Jong, de talentvolle middenvelder van FC Barcelona en voormalig Ajax-sensatie. Zou volgens insiders opnieuw op de radar van de Amsterdamse club staan. Fans van Ajax dromen van een mogelijke terugkeer van hun geliefde middenvelder, die ooit deel uitmaakte van een van de meest memorabele seizoenen in de recente clubgeschiedenis. De vraag reist nu: zou een terugkeer van de jong naar de eredivisie mogelijk zijn? Financiële en sportieve uitdagingen zouden een obstakel kunnen vormen, maar Ajax heeft eerder laten zien dat het bereid is risico's te nemen om grote spelers terug te halen. Voorzitter en directie willen het team versterken met ervaren spelers en de Jong paast perfect in dat plaatje gezien zijn ervaring bij zowel de nationale ploeg als Barcelona. De Jong zelf heeft nog geen officiële verklaring afgelegd, maar bronnen dicht bij de spelers suggereren dat hij openstaat voor een terugkeer naar Amsterdam. Na enkele seizoenen in Spanje kan de middenvelder wellicht de behoefte voelen om terug te keren naar zijn roots en opnieuw een leidende rol te spelen in de eredivisie. Voor de Ajax supporters zou dit nieuws niet alleen een emotionele maar ook een sportieve boost betekenen. Hoewel veel details nog onduidelijk zijn, groeit het enthousiasme onder de Ajax fans met de minuut. De herinnering aan het fenomenale seizoen 2018-2019, waarin Ajax de halve finale van de Champions League bereikte met de Jong als sleutelspeler, leeft nog sterk in de harten van velen. Het idee dat Frenkie opnieuw in de Johan Cruijff Arena zou schitteren, doet de verwachtingen torenhoog oplopen. Zal Ajax erin slagen om hun voormalige ster terug te halen? De komende weken beloven spannend te worden en zowel de club als de fans houden hun adem in. Eén ding is zeker: de mogelijke terugkeer van Frenkie de Jong zou niet alleen voor Ajax, maar ook voor de Nederlandse voetbalwereld een schok van vreugde betekenen. Maar voordat we verder gaan, vergeet niet om je op ons kanaal te abonneren en de video een like te geven. Jouw steun helpt ons om je te blijven voorzien van het laatste nieuws over Ajax Amsterdam. Deel ook gerust je mening over de onderwerpen in de reacties. Frenkie de Jong staat bekend om zijn ongeëvenaarde technische kwaliteiten op het middenveld. Zijn vermogen om het spel te lezen en zijn uitzonderlijke dribbelvaardigheden maken hem een unieke speler die het verschil kan maken in elke wedstrijd. Met zijn kanten en precisie onder druk is hij niet alleen een uitstekende spelverdeler, maar ook een meester in het beheersen van het tempo van het spel. Deze kwaliteiten maken hem geliefd bij de fans en zorgen ervoor dat hij opvalt op het hoogste niveau van het Europese voetbal. Daarnaast wordt de jong geroemd om zijn visie en spelintelligentie. Zijn vermogen om ruimtes te vinden en teamgenoten op de juiste momenten in stelling te brengen, maakt hem een cruciale schakel op het middenveld. Hij is een type speler dat niet alleen denkt aan balbezit, maar ook constant op zoek is naar offensieve mogelijkheden om het team naar voren te sturen. Dit soort spelers is zeldzaam en precies de reden waarom Francesco Farioli, de huidige coach van Ajax, zoveel waarde hecht aan een potentiële transfer van de jong. Farioli, die bekend staat om zijn aanvallende speelstijl en focus op technische vaardigheden, heeft Frenkie de Jong persoonlijk als versterking uitgekozen. Hij ziet in de jong de perfecte toevoeging om zijn tactische plannen voor Ajax te realiseren. Met zijn ervaring bij Barcelona en zijn bewezen kwaliteiten in de Champions League zou de jong het elftal direct naar een hoger niveau tillen. De samenwerking tussen Farioli en de jong belooft een spectaculaire aanvulling op het spel van Ajax te worden, waarbij balbezit en aanvallend voetbal centraal staan. Farioli's keuze voor de jong geeft ook een duidelijk signaal af aan de Ajax-fans en de voetbalwereld. Ajax is vastberaden om te blijven concurreren op het hoogste niveau van het Europese voetbal. Een speler van het kaliber van Frenkie de Jong haalt niet alleen ervaring, maar ook ambitie en vechtlust binnen de ploeg. Als de transfer rondkomt, zou dit een van de meest opwindende terugkeerverhalen zijn in de recente geschiedenis van Ajax en een enorme stimulans voor de titelaspiraties van de club. Dat was het voor deze update. Als je de video leuk vond en exclusief nieuws over Ajax Amsterdam wilt blijven ontvangen, abonneer je dan op ons kanaal en geef de video een like. We horen ook graag jullie reacties en meningen. Tot de volgende video.